Nog een zin uit I've Listened to Buddha. Mm-hmm. That, just some can understand why I choose to walk the longest road. Yeah. Well, it makes my skin a little bit thicker. Yeah. Welke weg bedoel je daarmee? Ik heb wel vaker van mensen zo dat ik dan weer eens naar Londen ging en dan weer naar Amsterdam verhuisde en dan weer daar en dan weer daarheen. Dat moest ik allemaal van mezelf doen, weet je wel. Daar moest ik allemaal doorheen of zo. En ik moest al die plekken zien en ja, en daar, hoe heet het, ja, inspiratie vandaan halen of zo. Mensen hadden zoiets van, ja, blijf gewoon thuis. En weet je wel, muziek maken, dat doe je toch in Nederland? Waarom moet je daar per se voor naar het buitenland? En wat zoek je daar dan? Maar ik zocht daar echt iets. En de ene keer vond ik het en de andere keer niet. Ja, want ik had ook ergens ooit gelezen dat jij zei dat je naar Londen wou verhuizen. Mm-hmm. Heb je dat ook uiteindelijk echt gedaan? Heb je dat gewoond? Begin dit jaar heb ik er 2,5 maand gezeten, zoiets. Voordat we de plaat op gingen nemen. En toen had ik eigenlijk, ik wilde echt zo daar blijven, weet je wel. Ik was iets van, oh ja, ja, dit is echt fijn. Maar ik speel hier zoveel en nu komt de plaat uit. En ja, ik speel 2-3 keer in de week. En dat is gewoon niet te doen om dan ergens anders te wonen. Dus het is wel nog steeds een droom of zo. Maar ja, voor een later tijdstip. Ik wil eerst hier gewoon even lekker... Ik ben er nu wel aan toe dat ik gewoon even lekker wil settelen of zo, weet je wel. Ik heb nu mijn huisje en dat is allemaal fijn en veilig. Dus daar ben ik ook wel blij mee dat ik dat heb. Niet zoveel meer on the run, zeg maar. Van daaruit je carrière uitbouwen. Ja. Wat zocht je in Londen eigenlijk? Ik had heel erg sterk het gevoel dat ik dingen moest leren en een soort van... De Nederlandse popscene is zo anders als in Londen. En niet dat ik daar heel veel heb gezien of zo, van dichtbij. Maar wel het gevoel heb gekregen van hoe mensen daar muziek maken en hoe ze tegen muziek aankijken. En inderdaad, ze zijn veel meer bezig met teksten. Dat is echt voor hun gewoon, ja, net zoals dat ze een boek lezen, luisteren ze naar muziek, weet je wel. Dat is precies hetzelfde. Ze luisteren naar een verhaal. En daar heb ik echt wel heel veel van geleerd. Hoe zij er tegenaan kijken. En zo wil ik er ook tegenaan kijken, zeg maar. Dus, heb je reacties gekregen van Engelse mensen op jouw muziek? Ja. En hoe waren die? Wat zeiden ze? Ik zat in een huis met iets van 5-6 huisgenoten. Dus die heb ik allemaal een cd'tje gegeven. En het was heel leuk. Ze kwamen allemaal met hun favoriete liedjes. En ze vonden het echt heel tof. Ik heb ook nog een paar optredens gedaan daar. En het was ook echt, echt heel spannend vooral. Omdat inderdaad, die mensen die er zitten, die verstaan alles. Dus die gaan ineens van, oeh, kan dat wel? Shit, weet je wel. Dan ga je ineens zo twijfelen. Maar dat is heel spannend en leuk tegelijk. Dus het was echt wel heel tof. Maar kun je specifieke dingen noemen? Wat hebben ze specifieke dingen gezegd over je muziek? Vooral... Of over de teksten. Ze vonden bijvoorbeeld wel dat... ik heb zo'n cover gedaan van Toxic van Britney Spears. Nou, die kenden ze natuurlijk allemaal. En wat gaaf dat je daar helemaal je eigen sound van maakt. En ze vonden dan van de eerste plaat Johnny. Dat is zo'n country liedje. En ja, veel meer Amerikaans dan Engels, zou ik zeggen. Maar ze vonden het allemaal een van de toppers. En ze zeiden echt van, ja, dat vinden we echt een goed liedje. En waarom? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Heb ik niet per se naar gevraagd. Oké. Ja, over covers in dat Toxic. Ik zag hem gisteren op YouTube. Hij werd erg goed bekeken. Ja. Een dikke 90.000 of zo. Je One Year of Love van Queen heb je gedaan. Ja. Personal Jesus zag ik ook. Mm-hmm. Ik weet niet of je die ook vaker doet. Ja. Het Wilhelmus zelfs. Ja. waar komen die covers vandaan? Wanneer besluit jij om een nummer te coveren? Wat moet het hebben? Als ik zin heb om... Als het liedje me zeg maar heel erg raakt. Ik weet nog dat ik die plaat van Johnny Cash, waar Personal Jesus op staat. Hij is eigenlijk van Depeche Mode. Dacht ik later van, oh ja, natuurlijk. Hij is van Depeche Mode. Maar ik had meteen zoiets van, oh ja, daar zou ik heel goed mijn ding mee kunnen doen of zo. Dat vind ik wel heel belangrijk bij een cover. Ik ken heel veel liedjes van Bonnie Raitt en van Sheryl Crow die ik zo zou kunnen zingen. Maar ja, dan zou het... hetzelfde gevoel meegeven. En ik denk, wat ik bijvoorbeeld met Toxic en met One Year of Love heb gedaan, dat het echt wel een andere sfeer heeft gekregen doordat ik het heb gezongen. Dus dat is dan wat ik leuk vind om te doen. Ja.